Joost? Joost? Er is net iets heel geks gebeurd. Oh. Lekker weer, we gaan helemaal lekker hier. Oh. Het is een nieuwe video van de Gierigasten. Mijn naam is Niels. En mijn naam is Martijn. En ik ben Joost. En deze week gaan we proberen gratis kleding te regelen. Jij kan wel een nieuw truitje gebruiken hier. Vind dat ik ook eigenlijk. Maar ja, hoe gaan we dan gratis kleding regelen? Ik denk dat wij een situatie moeten creëren waarin wij de winkeleigenaar bijna forceren om ons wel gratis kleding mee te geven. En dat gaan we dan ook maar doen. Wat wil je eigenlijk hebben? Wil je een t-shirt, kleur, voorkeur, iets? Ik wil een wit t-shirt, ja? Een leuke vintage leren jas, ja? Goede spijkerbroek, in mijn maat. Ik vind het al heel wat. Die drie dingen vind ik al heel wat. Als ik dat krijg, ben ik happy. Nou, succes. Maar met de tanktop ben ik ook wel blij, hoor. Dat is een mooie broek. Ja, dat is echt een prachtige broek. Waar is het voor vrouwen, Leon? En voor jou. Het is allemaal unisex tegenwoordig. Ik wil niet. Hey Joost, ik ga deze passen. Kijk, hey, maar even tegen wat ik daar aan. Hey, Mauri. Ja. Ik zag nog een andere leuke broek, man. Wat dan? Zou ik die voor je pakken? Ja, wat doe je nou? Ik ga een broek voor je pakken, ja. Maar wat doe je met mijn kleding? Huh? Wat doe je met mijn kleding? Ik wil even een broek voor je pakken. Hier. Wat doe je met mijn kleding mee? Joost. Joost. Ik heb Martijn zijn kleding en hij staat nu in zijn onderbroek, dus tot succes voor Martijn. Joost. Joost. Er is net iets heel geks gebeurd. Oh. Mijn kleding. Ik weet alsjeblieft niet zo door de winkel. Ja, iemand heeft mijn kleding meegenomen. Dus ik sta in mijn onderbroek. Jullie waren met z'n tweeën, joh. We waren met z'n tweeën, ja. Hey, het is echt een hele raar gevoel voor humor. Ik zal hem even, je hebt ook geen telefoon. Hij, ja, ik heb alleen een cadeautje van mijn vriendin. Hij zit mijn portemonnee in. Mijn telefoon. Mijn sleutels. Je mag mij je telefoon anders wel lenen als je die. Ja, dan neem ze niet op. Nee, helemaal geen zak aan. Heb je al geen zak aan? Ach. Nee, ik heb er iets van dat ik. Nee, ik mag geen kleding gratis meegeven natuurlijk. Wat is... Jullie kunnen me niet heel ergens een oud t-shirt of een. Oude broek. Ik heb een heel oude trui gevonden. Ja? Die we terug gaan sturen omdat die kapot is, zit een paar gaatjes in. Ja? Het label is even vanaf. Dus die kan je aan. Dit mag ik hebben? Ja. Oké. Okay. Maar echt super bedankt voor dit. Ja. En ja, zullen we het overmaken. Oké. Okay. Oh. Ik heb gewoon een nieuw outfit. Jezus, wat was je dan, zeg. Ik heb een half uur in mijn onderbroek daar gestaan. Een half uur. Nice. Wat vind je ervan? Nice. Tering lelijke broek. Best wel oké vestje. Ja, toch? Ja. Lekker, hey, thanks. Goed gedaan. Het lukt. Totaal niet zo lang, maar het werkt wel. Ik heb gewoon een hele outfit van ze gekregen. Dat is bizar. Ja, wat zie jij er goed uit. Tering. Misschien dan jou ook nog eens zo'n lekker. Is het mijn beurt? Het is jouw beurt. Kom maar door. Joost, Martijn heeft echt het allerziekste hipster outfitje ooit. Hij ziet er niet uit, maar goed. Wat wil jij hebben? Ik wil een goede jeans, een zwart vestje en een wit t-shirt. Ja. Oké. Dat verdien ik gewoon. Nou, dat gaan we regelen bij de weekend. Ik leg mijn kleding met zeer verdelingen in, zoals dit. En Niels zit allemaal mee begrepen. Nou, daar gaan we. Tering, ik vind het al gespaard. Ik weet niet of dit wel mijn maat is, man. Misschien moet je even een ander pak voor mij beneden, die wel de juiste maat is. Maar dit is 36-34. Ja. Pak wel even een kilo. Thanks, man. Oké, later. Niels. Ja. Mag ik jou iets vragen? Hoi. Mijn vriend heeft een Mercedes om te kijken of hij een juiste broek maakt. Maar hij komt maar niet terug. Ik ga even iets aantrekken en beneden even. Ja, ik ga even iets aantrekken. Dat is wel handig. Ik ben hier wel aan natuurlijk.
Ja, ik kan niet echt de kleren meegeven. Dat snap ik. Als maar... dan zijn iemand dat voor je koopt. Ik ben niet hoofdkantoor bellen. Voor mij. Het spijt me echt. Ik ben vandaag de manager hier. Oh. Mijn stoel. Ik moet met jou. Ik moet met jou gaan. Ja. Ik kan echt niet zomaar kleding afschrijven voor iets. Maar ik moet wel. Oké, okay, ja, ik moet wel zo weg. Hey, weet je niet of we nog iets hebben in de sale of zo bij de mannen? Ik ga het even kopen. Nee. Ik ga het niet op een andere manier doen. Nee, jawel, oké, maar dan luister, dat ga ik teruggeven aan je. Nee. Echt, dankjewel. Echt niet zo lief, want ik vond het ook heel erg. Het is zo kut, het heeft niet. Ja, het is echt een kut grap, maar ik ga er even door. Oké. Okay. Ja, maar dankjewel voor echt wel veel. Thanks. Juistje. Teringleier, krijg de kleren. Nou, die heb jij dus. Ja, die heb ik. Heb je het gratis gekregen? Ik heb het eigenlijk wel gratis gekregen, want ze heeft het voor mij gekocht. Maar, ze heeft er niet op gestaan, maar ik ga het wel echt terugbetalen. Want ik vind het zielig voor haar. Ja, dat kan je niet maken. Jawel, het gaat over mijn hart. Dus je hebt het niet gratis gekregen? Ik heb het gratis gekregen. Je bent gewoon een loser juist. Je hebt het niet gratis gekregen. Jammer. Nou, ik wil wel zien of jij dit kan flikken. Oké, ik ben nu aan de beurt. Ja, ik ga even terug en ik ga het geld geven, maar ben je klaar. Oké. En ik wil wel zien of jij het wel echt doet. Het is echt heel kut. Het is echt heel kut. Ah, je hebt je normale kleding ook weer gewoon aangetrokken. Ja, dat is een beetje koud. Het zag er niet uit. Ik vind je er heel goed uitzien. Ja, ik moet zeggen, ik ben gewoon echt geïnspireerd geraakt door jouw vintage outfit. Hipster look, ja. Ik ga voor een Hawaii shirt. Oh, je denkt dat je keuze hebt? Ja. Okay. Ik ga echt voor een Hawaii shirt. En ja, de broek maakt niet uit, maar ik ga het ook bij een vintage winkel doen. Ik zag je net naar buiten lopen. Niet naar buiten? Ja. Hij heeft mijn kleding meegenomen. Nee. Trek deze even aan. Ja, trek hem even aan. Wat ging jullie doen? We waren gewoon aan het shoppen. En hij is gewoon... Maar alles zit ook in je broek. Alles. Hij wil mij in mijn onderbroek naar huis laten gaan, denk ik. Gelukkig maar in de kleding, hè? Ja. Nou, hij moet nog wat betalen, maar dat gaat er weer niet, denk ik. Ja, fuck it. Dan ga ik wel mee naar huis. Maar dat kan toch niet? Nee, maar ja, hij komt niet terug, denk ik. Dus, Serieus? Ja. Voor mij hoeft het niet hoor. Nee, maar ja, ik kan moeilijk de kleding meenemen. Als het niet van de baas mag. We gaan heel hard rennen nu. Ja. En heel veel mensen en lachen met gezicht. Ja. En met zorgen. Ja. Ja. Okay. Bedankt. Succes. Doei. We zijn in kleding! Ja, ik kreeg het niet mee! Ik kreeg het niet mee? Nou ja, het duurde zo lang. Hoe moeilijk was het? Nee, maar dan moest ik het straks weer gaan terugbrengen, daar heb ik helemaal geen zin in. Ja, dit is een veel betere optie natuurlijk. Geen mijn kleding. Ja, komt zo. Anyhow, dus ik heb wel gratis kleding meegegeven, dat willen we graag gaan floten tussen jullie. Dus geef even aan in de comments waarom jij deze fantastische ripbroek en bijpassende wollen trui verdient. Ja, de maten staan in de bio en we leggen het uit op Instagram wie er gewonnen heeft. Mijn kleren geef ik ook weg. Dat heb ik in principe gratis gekregen, maar ik heb het uiteindelijk gekocht. Dus je hebt het niet gratis gekregen? Ja, het is maar net hoe je naar kijkt. Maar wat jij? Ga jij nog iets weggeven? Onderbroekie? Nee, denk het niet. Nou, dus hou ons Instagram in de gaten. Dinsdag maken we winnaar bekend. En volgende week zijn we gewoon weer terug met een nieuwe video. Jojo. Later. En hey, Niels, geef me kleding. Later. Geef me fucking kleding. Gozer. Nou, dit is eigenlijk leuk, jongen. Ja, hij gaat echt weg. Hij haalt het nu echt uit. Martijn, jongen! Zie je? Martijn!